Welkom op Boot Düsseldorf. Dit is echt de grootste indoor watersportbeurs van Europa. En misschien zelfs wel van de wereld, hè? Ja, er zijn hier 17 hallen en die zijn allemaal gevuld met de mooist denkbare boten, motoren, accessoires en zelfs watersportvakanties. En we beginnen meteen goed in de superjachthal. Daar liggen echt de grootste en de mooiste, toch? Zo is het. Kijk maar. Alles wat je op en in het water kunt doen is hier in Düsseldorf te zien. Van de kleinste opblaasbare rubberbootjes tot aan exclusieve superjachten. RTL Vaart is vandaag op Boot Düsseldorf, waar we ook veel Nederlandse boten tegenkomen. Dit is de Mulder Favoriet. Dat is een motorjacht van een familiebedrijf met al 75 jaar ervaring. Dus die weten wel hoe ze moeten bouwen. Dit is er eentje van 15 meter, maar ze bouwen ook tot 30 meter. De kwaliteit van de superjachtbouwer is wereldwijd bekend. En daardoor heeft de Zuid-Hollandse Werf klanten in heel de wereld, tot in Australië aan toe. Ja, ze hebben het buitentiek gewoon 12 keer gelakt. Nou, niet omdat 11 keer is mislukt, maar gewoon omdat hij er dan goed in zijn lak zit, zoals we dat zeggen. En die kwaliteit wordt vooral zichtbaar in de prachtige afwerking. Een jacht dat vraagt om blauw water en zon en alle mogelijkheden biedt om te genieten. En als het lekker weer is, dan gooi je dat dak lekker open en heb je gewoon een open salon. En aan deze kant heb je een raam wat helemaal naar beneden kan. Dus je hebt lekker frisse wind naar binnen, het voelt heel ruim, heel open. En als je hier gaat zitten, dan heb je dus ook gewoon contact met binnen. En binnen wordt dan weer buiten en buiten en binnen. Ja, nou ja, uiteindelijk is het gewoon heerlijk om hier te zitten. Ja, één thee graag. Dit aluminium rondspantjacht is 14,95 meter lang. En met de twee 430 pk dieselmotoren loopt de Mulder Favoriet zo'n 24 knopen, oftewel ruim 40 km per uur. Ja, dat kopje thee moet ik natuurlijk gewoon voor zelf regelen. Maar kan je ook een omeletje bakken? En als je zo'n boot hebt, daar ga je natuurlijk niet zelf aan wassen, hè? Nee dan? Nooit geëmmer met een slokje meer. Mooi, hè? Al dat whitewashed teakhout geeft een beetje een beachhouse sfeer. Zo, gaat de schone slaapster weer mee? 1 minuutje, dan ga ik echt mee. Hij is toch wel knap, hè? Gewoon een Nederlandse werf die zo'n mooie boot bouwt. Doe, die zou je zo in Saint-Tropez zien liggen, toch? Dit is de Grand Banks 53 Aleutian. En Aleutian, dat is een eiland in de buurt van Alaska en dan zit je meteen in de goede sfeer. Want dit is echt een schip om lange tochten over de woeste oceanen mee te maken. En dan draait alles om veiligheid, degelijkheid en comfort. De betrouwbaarheid zie je heel goed hier voorin, waar een Portugese brug de overslaande golven tegenhoudt en de degelijkheid van al die details afspat. Het is een tijdloos model, maar wel een halfglijder met 2 keer 715 pk diesels aan boord. Dat is goed voor een top van 24 knopen, maar de kruissnelheid, dat is de optimale mix tussen afstand en brandstofverbruik, die is 16 tot 17 knopen. Je ziet heel veel zeilers die op zo'n trawler overstappen en het is omdat ze grote tochten over zee willen maken. Maar ja, zoveel ruimte, dat zijn die zeilers echt niet gewend. Wake up and the sun is still shining. Er zijn 3 cabines en 6 vaste slaapplaatsen. Een grote salon en zoals je ziet is er aan ruimte geen gebrek. De Grand Banks wordt in Nederland geleverd door importeur Kramer Nautic. Dit is de plek waar de boot wordt bestuurd, duidelijk de captain's chair. Toch is het een boot die je makkelijk met z'n tweeën kunt varen. Omdat je vanaf hier heel simpel naar buiten loopt om even een lijntje aan te pakken. Vanaf de ruime flybridge heb je een mooi overzicht over het water. En je kunt hier heerlijk buiten zitten. Zo'n jacht is natuurlijk niet goedkoop. Deze bekendste motorboot ter wereld, want zo wordt die wel genoemd, is verkrijgbaar vanaf 1,6 miljoen euro. Maar dan krijg je er wel een bijbootkraan, boeg en hekschroef en alle denkbare luxe uitrusting bij. De grootste werf ter wereld maakt alleen maar motorboten. Sea Ray, dat is een Amerikaanse werf. En dat hij groot is, dat kun je zien.
Dit is de nieuwe 190 Sport. Gewoon een leuke, snelle speedboot. En eerlijk is eerlijk, staat me best, toch? Inclusief trailer, deksel en een 130 pk viercilinder benzinemotor kost de 190 Sport net geen 28.000 euro. De Sundancer 265 is gewoon echt een lekkere familieboot. Je kan hier lekker weekendje weg, kinderen kunnen beneden gewoon plassen, kan lekker koken, ben je ook nog bij iedereen. Wil je nou een zonnebed, klap je dit naar beneden en dan krijg je net zo'n zonnebed als daar. Wil je een zonnebed voor, dat kan eventueel ook. Dus ook net zoals die boot, eigenlijk is hier ook gewoon alles mogelijk. Dit is een van de 45 verschillende modellen van Sea Ray. De Amerikaanse sportboten staan bekend om hun moderne styling. Deze 265 Sundancer is 8,40 meter lang en 2,60 meter breed. Nou, en dit is nou de grootste boot op de stand, de Sundancer 470. Nou, en die Amerikanen zijn echt dol op zonnebaden, want kijk eens, als je deze weer zo doet, dan heb je weer een mooi bedje. Kijk eens hoe cool. Lachen. De 470 Sundancer is een snelle familieboot waarmee je zo'n 60 km per uur kunt varen. En aan ruimte ook hier geen gebrek. En denk je nou, best eng om zo'n grote boot te varen of vooral om stil te liggen voor een sluis? Dan kan je natuurlijk wegdrijven door de wind of door de stroming. Daar hebben ze wat op gevonden. Een knopje, Skyhook, is een elektronisch anker. En via een GPS houdt hij dan helemaal op zijn plek. Hoe handig. Niet iedereen is hier om een boot te kopen. Want heel veel watersporters die gaan juist naar die beurs om zich voor te bereiden op het nieuwe vaarseizoen. Gaan ze bijvoorbeeld op zoek naar de nieuwste snufjes, vooral op navigatiegebied. En dan zie je toch dat er de laatste jaren heel veel is veranderd. Neem nou deze nieuwe Raymarine displays. Met grote letters en rode nachtverlichting, want dat is nou eenmaal prettiger 's nachts aan je ogen. Ze zijn uitwisselbaar met de oude apparatuur en dus kun je volstaan met alleen maar het vervangen van het display. Dit is de nieuwe touchscreen kaartplotter en die heeft allemaal mooie mogelijkheden. Zoals dubbele kaarten, radaroverlay, verschillende inzoom. Dat kun je hier zo doen. Je kunt er bijvoorbeeld ook je stuurautomaat op bedienen. Of als de radio binnen zit, kun je hem hierop harder en zachter zetten. En als je met wifi verbindt met je iPad, kun je die iPad als bedienscherm gebruiken. Overal op de boot. Nou, dat is pas echt handig, hè? En als je nou zo'n groot scherm niet kwijt kunt, dan kun je al die dingen ook met het kleine scherm doen. RTL Vaart is vandaag op boot Düsseldorf. Alles wat je op en in het water kunt doen, is hier in Düsseldorf te zien. Volgende week stapt Vivian weer aan boord bij gezellige bootjesmensen in Loosdrecht. En vandaag heeft ze afgesproken met haar vaste schipper, kapitein Ferdinand. Jou zocht ik. Ja, goedemiddag. Hoe is het met jou, zeggen we dan? Ja, eigenlijk wel. Maar nou zie ik van die hele snelle dingen. Ja, ze kunnen sneller dan 100 km per uur. Maar waarom hebben we daar niet op gevaren dan? Kunnen we misschien aankomend seizoen doen. Nou, dat vind kunnen ik wel we leuk. Kunnen we nog meer watersporters bezoeken. Ja, maar ja. Wel vaarbewijs nodig. Wel vaarbewijs nodig, absoluut ja. En rekening houden met gebieden waar je ook snel mag varen. Oh, wel leuk ja. Hoor, hè? Heel leuk. Zoek je een buitenboordmotor, dan heb je hier de grootste keus. Van 2,5 tot maar liefst 350 pk. Kan je lekker hard mee. Nieuw is deze 200 pk. Ten opzichte van andere motoren met dit vermogen is deze compacter en qua gewicht 18% lichter. En hij kost net geen 19.000 euro. Dat hele grote ding, dat past toch nooit achter zo'n rib? Moet je eens kijken hoe groot hij is. Hij is juist heel compact en heel mooi smal. Maar past dit achter een rib? Ja, absoluut. Juist heel geschikt voor de ribs. Maar hoe hard ga je dan wel niet met zo'n ding? Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe groot de rib is. Maar zo rond de 80 tot 90 km per uur moet wel haalbaar zijn. Joh, ja. Maar zullen we dat een keer doen? Ja, dat is een heel goed idee. En dan de zee een keer op? Ja. Of is dat de wereld dan? Nee hoor, absoluut niet. Maar heb je verder hier nog wat leuks gezien? Ja, ik heb nog iets heel leuks gezien. Loop maar even mee. Dit is een nieuwe rage in de watersport. Jeetje, wat gaaf! Maar ga je dan echt de lucht in? Ja. Je gaat echt door middel van waterstralen een aantal meters de lucht in. Maar hoe werkt dat dan? Nou, je sluit
dit apparaat aan op een waverunner. En door middel van de waverunner krijg je een waterstraal in het apparaat. En die waterstraal die druk je omhoog. Wauw, dat is al echt te gek, hè? Dat lijkt mij ook heel gaaf. Met dit flyboard spring je meters hoog uit het water. En zweef je rond als een echte superheld. Door een slang wordt het water opgezogen en de motoren spuiten het water op volle kracht omhoog. Zodat je daarna als een dolfijn weer het water in kan duiken. Ik vind het echt te gek, zeg. Ja. Nou moet het alleen buiten nog wat warmer worden. Nou, kunnen we gewoon wachten op de zomer. Dat gaan we doen. Dat lijkt me een goed plan. Toch, hè? Wat ik heel leuk vind. Hè? Je zou denken, op het water, het blijft bij een bootje. Er worden nog steeds leuke dingen uitgevonden. Er worden ieder jaar weer nieuwe dingen ontdekt. Ja, ja vind heel ik leuk. Echt leuk. Ja. Ik vind een hele goeie. Zag je me gaan? Het Friese Smelden staat hier in de staalbouwhal met haar nieuwste model flat. Dat is de 42 OK. En OK, dat staat natuurlijk voor open kuip. Doordat je deze deuren weg kunt klappen, ontstaat er een zee van ruimte. En toch is het een gezellige boot met binnen een hele hoop licht. Deze werf bouwt al generaties lang multi-knikspand flatten. Nou, kenmerkend is die mooie kop, die koplegerbaan en de kabelaring. Maar ook van binnen is deze ijzervreter prachtig afgewerkt. Kijk maar naar die gebogen stijl. Heel mooi symmetrisch. Om dat te maken, dat lukt je echt niet als je dat voor de eerste keer doet. Normaal praten we over Duitse Grundlichkeit. Maar hier in Duitsland kunnen we praten over Holländische Grundlichkeit. Deze flat 42 is bijna 13 meter lang en 4 meter 15 breed. De diepgang is 1 meter 15. Naast de stuurstand heb je de kombuis. Nou, die is zo luxe, dat is net uitgevoerd als thuis. Open kuipmodellen worden vaak gekozen door echtparen die met z'n tweeën willen varen. Nou, die hebben een prachtige hut voorin. Maar bij deze boot kunnen ook de kinderen of de kleinkinderen mee, want hier is een hut met een stapelput. We mogen best trots zijn dat er zoveel mooie Nederlandse jachten te zien zijn op Boot Düsseldorf, de grootste overdekte botenbeurs van Europa. Waar de Hollandse jachtbouw nog steeds hoog staat aangeschreven. De motor is een 150 pk diesel. En daarmee kun je met een laag toerental en een laag brandstofverbruik heerlijk rustig varen. Maar je hebt voldoende power over voor als de omstandigheden verslechteren. En die power die kun je ook gebruiken bij het aan- en afmeren. Want de boeg en de hekshoef die zijn hydraulisch. De Smelne Flat 42 Open Kuip kost €474.000. Heb je die superjachten al gezien? Nee, daarvoor zien we dit met een tekeningetje. Ja. Even kijken. Een tekeningetje, maar je wil... Nee, wij moeten even weten waar die hal 1 is. Oh, kom, dan ga ik je uitleg. Kijk. Ja, jij bent die kind in huis. Hal 9, oh mijn god. 9? Je moet naar hal 6, hè? Ja. Dan moet je daarheen. Ja, maar goed. Dan moet je. Ik zeg die kant op. Dan moet je. Door 7. Dan moet je. Dan moet je daarheen. Ja. Ik wens jullie veel plezier. Nou, dankjewel. Maak er een mooie dag van, hè? Is goed. Dankjewel. Ook veel Nederlandse watersporters gingen afgelopen week bootjes kieken op de bootshow in Düsseldorf. En wat voor soort boot vindt u leuk dan? Ja, open motorboot. En mijn interesse gaat wel uit naar iets wat opblaasbaar is, want we hebben een camper. Ik moet toch ergens kwijt kunnen. En dan nou met een aanhangwagen achter de camper met een boot, dat zie ik niet zitten. En die mogen er allemaal mee in de boot? De vrouw, als ze durft. En mijn kinderen. En de kleinkinderen. Ja, daar moet je een feest van maken. Nou, gezellig. Geniet van de beurs. Ja, doen we zeker. Oké, bedankt. Doei. Tot slot van deze aflevering RTL Vaart gaat Vivian nog op zoek naar haar droomjacht. En ik heb hem gevonden. Dit soort grote jachten, ja, die zie je eigenlijk voornamelijk in het buitenland varen. Wat niet veel mensen weten, is dat deze boten vaak in Nederland gemaakt worden op een Nederlandse werf. Toch gaan er heel veel boten naar Rusland de laatste jaren. En dan heet zo'n Wim van der Valk ineens een Van der Balk. Een primeur op de botenbeurs in Düsseldorf is deze Continental 2 20 meter lange flybridge. Ja, een hal vol met van die superjachten, maar waar zit dat verschil nou in? Nou, hierin, hoor maar.
Je denkt het is polyester, maar dit is dus gewoon aluminium. Duurzame kwaliteit. Ja, en als je kijkt, ja, het is gewoon luxe. Het is wel overweldigend, moet ik eerlijk bekennen. Had ik nou een beetje opgelet op school? Ik kan me ook kunnen kopen. In de stalen en aluminium jachten van de Werf uit Waalwijk kun je al je eigen dromen en wensen laten verwezenlijken. De Continental-serie wordt gebouwd van 15 tot 30 meter. Door het gebruik van twee Volvo IPS-aandrijvingen van 800 pk is er ruimte bespaard in de machinekamer. Er is niet bespaard op materialen zoals corian, graniet, marmer en 15 mm dik massief teak. Waardoor de waterverplaatsing op 34 ton komt. Maar met de moderne aandrijving haalt deze Continental een snelheid van bijna 50 km per uur. Als je nou van wandelen houdt, heb je ook nog wat aan zo'n boot. Want je kan namelijk echt uren rondjes lopen. En dan ben je natuurlijk heel moe. En dan ga je hier heerlijk uitrusten. Ah, dat vind ik het leukste van een boot. Zonnetje erbij, zien jullie hem ook? Hé, ik lig, hè? Ja, Epco, ik wist het wel. Die staat natuurlijk weer tussen de motoren, hè? Ja, nou, er is hier ook zoveel te zien. Het is echt waanzinnig. Leuke beurs, hè? Leuke beurs, hè? Maar volgende week ga ik gewoon weer varen, hoor. Dan ga ik naar Loosdrecht. Met Ferdinand natuurlijk. Ja, en ik ga varen met een Antares 66. En ik heb een paar mooie spullen geregeld voor de bouw van onze aluminium casco. Maar het is nu tijd voor een bier. Braadworst en bier, vind je ja, niet? Ja, precies. Zo'n stiepel, een hele grote. Ja, ja. Lekker. Nou, te goed uit Düsseldorf. Ja, dag. Ja,